zijn nu aangekomen in Komodo. Of Flores, yeah. Wat zeggen we? Flores. Flores. Morgen gaan we naar de Komodo's. Ik vind jou zo grappig. Kijk hoe Annemarie eruit ziet. Maar ja, we zijn nu onderweg naar ons hotel. Lopend. Ik heb allemaal strot aan mijn schoen. Eeuw. Hebben jullie zoveel zin in, hè? We moeten gaan lopen, hè? Waar moeten we heen? Gaat ie goed? Goedemorgen. Wij gaan vandaag naar de Komodo-eilanden. We gaan vijf dagen op een boot zitten. En Robert en Annemarie die zijn nu nog eventjes aan het wakker worden. Als het goed is zitten we met nog vier andere mensen, geloof ik. 8 man op de boot. En we gaan nog een keertje op een eiland slapen en alles. Dus het gaat echt een van de leukste dingen worden, denk ik, die we tijdens onze reis gaan doen. We zitten nog even te wachten op onze taxi. Eet nog even ons buitje op. En we gaan zin in. Goedemorgen! Hebben jullie er zin in? Zeker. Woe! We staan nu te wachten op onze shuttle. Dan gaan we naar ons bootje toe. En het is zo warm. Het is heel warm. Maar we hebben er heel veel zin in. En we zitten met een Australisch stijl en een Engels stijl. Ja, het is helemaal leuk, hè? Het is hartstikke leuk, ja. Let's go! Excited! We zijn aangekomen bij ons bootje. Hij is echt super leuk, hè? Hij is zo cool, want dit is hem. Hallo. Hallo. Komt ie hoor. Daar zijn we. Thank you. Let the tour begin. Tour te beginnen. And Ellie from London, we have Michael from Australia. Cheers, Michael! And we have Charlotte. Hey, Charlotte! From Sydney! Also from Australia. Should I start being a vlogger? Yeah, maybe! Yeah. I think I'll make hilarious videos. En nu gaan we op zoek naar de manta rays. Ja. Ze moeten er even wennen aan dit gefilm hoor. We zijn nu bij de Komodo eilanden. En hier gaan we slapen vanavond. Oh ja, we hebben trouwens geen manta rays gezien, hè? Nee. Morgen weer een dag. We spotted some dolphins!
There's no denying what we want. There's no denying what we want. Playing games, no. There's no denying what we want. Het is nu 4:15 in de ochtend. En we zijn al wakker. We zijn al opgestaan om de sunrise te bekijken. Ik denk echt dat het heel mooi gaat worden hier. Max is ook wakker. Annemarie komt er ook aan. Het was echt de kutste nacht ever. We gaan nu de sunrise. Kijk dan. Zo mooi. Ik ben echt benieuwd wat het zijn. Die broek. We zijn nu aangekomen op Takamakasar. Hoe zei je dat? Takamakasar. Zo mooi, hè? En dat betekent rief. Dus ik heb niet geluisterd, hè? Ja, je luistert nooit, man. Allemaal stukjes roze koraal. Sons up, bonta, let's go. Wat een kut idee. Top idee. Filmen. Toen het is een camera, friend. Wacht voor jou. Fiesta. Oké? Mekada met de kip man. Toen het oké? Steven. Alsjeblieft. Box. Give me box. Give me audio. No. Yes? Come on. You lost. Ik had hem gewoon volgehouden. Ik ben bijzonder. Okay, Bill! Bill! Bill en Andy, maar dan weet ik. Almost praat! Almost praat! No. Thank you, my friend. Okay. Yeah, Bill. Say deal! Deal! Hey. Deal or no deal? We have a deal! Hey, deal! Vincent!
doe een laggy. We zijn nu op Padder Island. Padder Island. En we gaan nu een hike doen naar boven, half uur lang. En Almarie heeft heel veel zin in. Het is heet. Iedereen is verbrand. Het is echt niet normaal. Go Ani, go Ani, go Ani. White shirt. Woehoe! CrossFit girl, alles. Onderweg naar de top. De eerste hike ever. Go, go, go! Hello! 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 Welcome to Padar in Flores Island. Paradise. This is paradise. That's true. Wij sluiten deze dag af met weer een hele mooie zonsondergang. Ja, en morgen staan we weer op voor de zonsopgang. We gaan hem elke dag volhouden. Elke dag, s ochtends vroeg op en avonds laat. Ja. Zoals je kan zien is het niet gelukt. Ga doen? Jij maar. Manta zwemmen. Mini manta, zei hij. Heb je er zin in? Jazeker. En jij ook? Mauan Island. Waar? Mauan Island. Mauan Island. Mauan Island. Super mooie manta gezien. Hij kwam ook echt helemaal zo omhoog. Ik zag helemaal onderkant. Dat is echt super vet. En nu gaan we naar Turtle Point. Turtles. Nog meer manta. Aquarium. Maar nu, kijk voor de manta.
gewoon vroeg naar Rintje Island. Oh ja, de Komodo! Dragons. I will be the guy today. You're the guy? The ranges for you all. I'll arrange everything. Robert had one dream, guys. Two. Give me more. Two. 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 Dualagi. Oh, Dualagi. Dualagi. George on the boat. Welcome to Rinka Island, home of the Komodo dragons. Let's go. Watch out. Komodo's crossing. Stop. 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 What are you doing? We are filming. Yeah. I'm attacking a Komodo dragon. Yeah, don't believe him like that, yeah? They just camouflage if you close. Oké, okay, dus deze beesten die eten 1 keer per maand. Die kunnen bloed ruiken vanaf 5 kilometer afstand. Ze eten buffalo's. Oh ja, ze eten fucking buffalo's. Die zijn echt groot. Dus ze zijn echt heel gevaarlijk. En ze lijken heel erg lui. Maar ze houden in de gaten en dan kunnen ze je dus aanvallen. Ja, ze houden ons echt in de gaten. Hè? Ze zitten allemaal zitten kijken. Ze leggen dus 15 tot 30 eieren. En 20-30% overleeft. Ja, de rest wordt opgegeten door hunzelf. 20-30% komt uit. En dan kunnen daar ook nog een paar van doodgaan. Kijk, Max heeft beter geluisterd dan ik. En dan gaat de baby van de moeder weg. Want de moeder eet alsnog de baby op. Dus ze leven apart van elkaar. Ze maken gaten waar de eieren in liggen. Maar ze maakt heel veel gaten om de vijand te misleiden. Ja jongens, even een beetje... Science by Prizzy. Vallen. Vind jij het tegenvallen? Ja, weet je wel. Ook? Jij niet, Prut. Ja, ze slapen alleen maar. Ze slapen wel alleen maar, maar ze zijn fucking groot. Ja, ze zijn wel groot. Ze zien er wel cool uit. Ik had ze nog groter verwacht. Voor geld. Wat sta je nou met je stok? Ze denk je. Denk je nog steeds dat je gevecht gaat hebben of zo? Ze zijn helemaal klaar voor ze, maar ze zijn te lui, ouwe. Zeker ingepakt. Smile, hè? There's a new ranger in town, boys. Watch out, Komodos! There we go. Deal. Deal. Bats Island. Bats Island. Dat dus. We zijn in ieder geval vleermuizen. Nou, in ieder geval, inderdaad, het is een eilandje. Daar gaan we onze boot neerleggen. En dan zometeen om 5:30 komen er allemaal vleermuizen omhoog. En het schijnt heel mooi te zijn. We zijn nu aangekomen bij Bird Island en hier heb je baby sharks. Dus we gaan nu naar het kleine eilandje toe daar.
En dan gaan we kijken of ze er zijn. Evie zakt de deur in. Godsmeer. Dit eiland heet ook wel Pulau Hatamin. En we kregen net een briefje. En hier staan dus foto's op. Van hoe het was in 2015. En hoe het nu is. Ze hebben er dus heel hard aan gewerkt dat het koraal weer terug kon groeien. En we zagen net al in de boot dat je overal echt mega grote vlakken blauw koraal zag. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat er zo meteen onder water uitziet. Dus thumbs up voor deze mensen. Chai, tuk-tuk, dessert is watermelon and pineapple, and then there's tofu and tempeh for the vegetarian, like crispy chicken, and then also specially rice. Special rice. Steven, thank you. Oké, het is dus vandaag dag 4 en onze tijd op de boot zit erop. Welcome to paradise. Terima kasih. We zijn nu aangekomen op Le Pirate Island. Ja, en ze hebben een bintang kerstboom. Het is hier echt super leuk. Het is een beetje een mixed feelings om de boot te verlaten. Ja, het was zo leuk. Maar... ja, we hebben zoveel mooie dingen meegemaakt. Maar dit is echt super, super mooi. Echt een paradijsje inderdaad. Merry Christmas. Kijk eens, zo'n mooi huisje. Dit is ons huisje. En dit is Annemarie en Robert in huisje. Nu is happy hour aangebroken, dus daar gaan we nu naartoe. Happy hour! Yes.
Goedemorgen. Het is nu 7 uur in de ochtend en we gaan lekker ontbijten. Want het is onze laatste dag van de tour. En dan gaan we dus weer terug naar het eiland. En we hebben hier eerst nog tot met 4:30 vanmiddag. Dus we gaan nog lekker een dagje chillen.